Exact een jaar geleden, 22 maart 2016, toen gebeurde eigenlijk het ondenkbare in Brussel. Iedereen weet waar hij was op dat moment. Een van onze collega's, Mark de Wit, was er toen heel erg dichtbij, veel te dichtbij. En hij is ook eigenlijk na die aanslagen onmiddellijk bij ons in de studio gekomen toen. Hij is er ook nu weer bij. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Een jaar geleden vertelde jij toen bij ons in de studio dit. Plots, denk 50, 60 meter van ons in de hal, een luide knal. Maar door de afstand had je zo nog even de reflex. Is daar iets gevallen of zo? Mm-hmm. Maar toch, ik had die luchtdruk gevoeld, die drukgolf. Ik zeg, dat is een aanslag. Ja, luchthaven Zaventem. Ik bedoel, als je daar zo'n knal hoort. En ik vreesde dus onmiddellijk eigenlijk geweervuur. En ik zei tegen mijn vriendin, kom liggen. Ja, Mark, dat was jij een jaar geleden. Bij mij gaat mijn haar recht staan en mijn hart komt daar sneller van. Heeft dat ook dat effect op jou terug? Ja. 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 Ja, het is ongelooflijk om dat terug te horen, maar ja, je klonk toen op dat moment heel beheerst en heel gecontroleerd, de manier waarop je vertelde. Is dan eigenlijk later nog een soort van klop gekomen dat je dacht van, dat je emotioneler werd? Want toen leek je het helemaal onder controle te hebben. Mm-hmm. Ja, emotioneler ben ik hoe dan ook geworden. Dat is het afgelopen jaar wel verschillende keren duidelijk geworden. Zo echt... Een breakdown heb ik niet gehad. Ik zag gisteravond de uitzending op VTM. Ik zag daar een clipje over dat koppel. Mm-hmm. En mensen die zelfs hun werk niet meer kunnen doen en zo. Dat is bij ons gelukkig niet gebeurd. Hè. We zijn vrij snel beginnen werken. Dus we zijn... En dat heeft ons geholpen. Dat brengt een andere focus. Ja. Want ik kan me voorstellen, als je dan ook nog eens je werk verliest... Ja, dan ga je alles wijten aan de aanslag in Zaventem, denk ik, op de duur. Dan raak je echt wel in een depressie en heeft alles daarmee te maken. Hoe raak je daar nog uit? Dat is ons gelukkig tot nu toe, en ik zie dat ook niet gebeuren, hoor, maar dat is ons tot nu toe bespaard gebleven. Ja, je was daar in de luchthaven toen het gebeurde. Dat is iets dat iedereen die er toen bij was natuurlijk moet verwerken. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Jij hebt ook een boek geschreven nu over die ervaring. Ja, ik was daaraan begonnen als een soort van therapie, omdat... Maar dat is eigenlijk een verhaaltje dat daar toch aan vasthangt, hoor. Je moet weten, wij hebben niks. En 15 meter van ons zijn minstens 3 mensen gestorven. 20, 30 meter verder lagen er nog. En degenen die niet dood waren, die waren er vreselijk aan toe. Dat had even hoe wij kunnen zijn. En dat zijn vragen waar wij mee zaten. Het was voor ons duidelijk een uur... Na de aanslag zaten we samen en begon zo de analyse. Hoe komt het dat wij niks hadden? En dat is een vraag die is een jaar door ons hoofd blijven spoken. En eigenlijk pas in januari heb ik begrepen hoe dat komt. En toen had ik iets van, ja, oké, nu kan ik het van mij afschrijven. Zeg, dat was therapie. Ik ga dat aan het papier toevertrouwen. Dan kan ik dat in een kast leggen. Mm-hmm. En als ik ooit nog vragen heb, kan ik het daar lezen. Maar dan kan ik mijn hoofd vrijmaken. Hè? Maar toen ik het aan het schrijven was, begon ik ook scènes te schrijven van het afgelopen jaar, hoe wij de zaak verwerkt hebben. En dan dacht ik van ja, dat soort getuigenis heb ik eigenlijk nog niet veel gelezen of gehoord. Wat is er in het jaar nadien gebeurd met die mensen? Of ons dan in dit geval. En ik dacht dat dat toch wel een extra was, een surplus, een meerwaarde. En dat vond dan de uitgever ook. Ik heb dan een uitgever gecontacteerd en dan is het heel snel gegaan. Ik vind het wel straf hoe je zegt dat je eigenlijk pas nu in januari... Een beetje hebt kunnen plaatsen wat er gebeurd is toen. Je hebt dat wel, je draagt zoiets wel lang mee dan. Ja, ik wil niet negatief overkomen, maar we krijgen geen enkele informatie. Ik kom net nu van de televisieset. Ja. En ook daar verneem ik van Farouk bijvoorbeeld voor het eerst dat de daders al een half uur voor ons, bij wijze van spreken, een half uur was het niet, maar 10 minuten voor ons al op de luchthaven waren. We hebben ons dat altijd afgevraagd. Waren die daar voor ons of na ons? Dat zijn van die idiote vragen waar je een heel jaar mee in je hoofd zit. Mm-hmm. En zo zijn er nog anderen geweest ook, van hoe komt het dat wij niks hebben? Want de dader bleek nu op 15 meter van ons te staan, maar die heeft zich verplaatst in die 8 seconden na de eerste knal. En daardoor is de bom achter de hoek, bij wijze van spreken, van de incheckbalie is ontploft en lagen wij in de schaduw. En daardoor hebben wij niks. Was die kerel daar blijven staan, dan weet ik niet... Misschien stond ik hier nog dan, maar zeker niet ongeschonden. Ongelooflijk eigenlijk. Het is nu een jaar later. Hoe voelt dat nu voor jou om nu dit jaar later mee te maken? Die herdenkingsdag die het op zoveel plaatsen is? Ja, ik kan het misschien niet beter... verwoorden dan een sms'je dat we deze morgen kregen van een vriendin van Christine, die hier ook in de studio staat. Die zei van, ja, het is een bitterzoete dag voor jullie. Mm. En dat is het eigenlijk. Bitter om wat er gebeurd is, om de mensen die we
daar verloren zijn allemaal. De ellende die aan andere mensen veroorzaakt is, en die dit jaar wellicht nog niet zal ophouden. Maar ook zoet, ja, omdat we er nog zijn. Ja. We kunnen nog herdenken. We kunnen nog leven. Ik kan me nog kwaad maken. Ik kan nog lachen. Ik kan nog, ik kan nog naar de mooie zonsopgang kijken deze morgen. Dus we zijn er nog. Keihard vasthouden aan dat beetje sprankeltje positiviteit en hoop dat er is. Maar ik dank je wel om op zo'n dag als vandaag toch nog eens je verhaal te doen. Ja. En om er ook over te schrijven. Heel veel mensen die berichten sturen van steun voor alle slachtoffers natuurlijk die er toen gevallen zijn een jaar geleden. Maar merci om je verhaal nog eens te doen. Met veel plezier gedaan.